kom erin. Amai. Vanaf nu hebben we een chauffeur. Het is wel een gevaarlijke zetel, maar echt zo'n uitbuikzetel. Ah ja. Een stap daar, wil je? Is dat mee? Maar kap jij daar of kijk ik mij hier ja. Kappen? Oh. Ja. Maar dat kun jij goed. Voilà, nu gaan we naar culinair Vierhoekske, Julia, Karkas, Dierendonk, de slagerij en dan maar in Ostrum. Wat gaan we doen van die Vierhoek? Naar Julia, Bokkie. Zijn je daar al geweest? Nee, hij staat op mijn bucketlist. Heel veel vies, toffe gerechtjes altijd. En ik heb gevraagd aan de Wim of dat hij wil komen meeslurpen. Wim Obroek. Grote fan van. Ik moet door straks, want allee, ik heb moederdag verneukt. Dus ik moet dat vandaag goed maken. Dus ik slurp mee en dan ben ik de fuck naar Aals terug. Oké, okay, Smullen, wow. I present you Julia. Hola, amai. Merci, ik denk dat je nog één, want Wim is daar ook. Moet jij wachten op Wim? Alcohol is ook een drug. Ome Wimpy. Mooi jongens, toch bokkie, 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 bokkie. Gouden driehoek is dat hier. Hè? En ze zijn juist hetzelfde, echt. We noemen ze op. Karkas, Julia, waar we zitten. Ja, ook de spar die vergeten eigenlijk. Goed mensen, kijk, een kleine beignet van Gerard Rivierpaling. Ja, kijk hoe mooi. Met een visjeslazen van prei en een beetje dragonolie erboven. Wauw, okay. Waar zijn de kamer? We spelen hier op dat level, oké. Voor iedereen peper, guys. Ja, het zal wel zijn, Sophie. Wij volgen u daarin. Een oestertje. Een oester goed kouden erop en een slokje sherry. Ah, oké, okay, ja. Het is naar binnen werken. Dat wordt een bom. Dus, slurpen, kouwen, slokje. Ze en mevrouw ook vannacht. Ik ga jullie laten doen, ja. Oké, Bokkie, wij moeten nu je met pijn in het hart. Ik laat u niet, goed, niet graag achter hier. Je laat me wel goed achter. Het was echt prachtig. Wimpy, het is wel op. Yep. Bijna. Sophie, nog een laatste slok. Misschien voor de uitnodiging. We bellen nog, hè. We bellen zeker nog. Ik heb je nummer, hè. Dan durf ik... Oh, ja, motherfucker. Oh, door. Ik ga betalen. Sophie. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao. Ik heb een tafeltje voor ons gedekt. Look at this. In de Dumontlaan. Heb je dat bordje daar speciaal gezet, Sophie? En kijk wat dat er klaar staat voor mooi ons. Is dat? Een kampeerset, kampeerstoelen. Ik heb altijd schrik voor klapstoelen dat ik daar door ga zakken. Nee, dat gaat. Ja, maar ziet, het is al bezig. Hè? Aan de duin, hè? Beschut in de Sophie Dumontlaan. Vis is altijd zo'n beetje een moeilijke. Vis, hey, dat blijft ja. En als ik makkelijke gerechtjes maak, waar er niet veel werk aan is, die echt lekker is, dan marcheert dat. En we gaan samen, jij en ik, een maguro butsu maken. En dat is zo'n gemarineerde tonijn dat dikwijls in een pokeball zit. Ik wil blokjes, Belle brunoise. Ja, oh, maar une brunoise, c'est très fine, hè? Eerst lapjes. Ja, ja, maar kijk. Sophie, wat is dat hier? Dit is om sap om sap te halen. Oh, maar ik moet een beetje daarvoor staan. Hè. Een soort kabouter, kabouter buttplug snijdt brunoise, dat gaat niet, hè? Andiamo, continuare. Continuare. Con il tono. Por favor. Wim, met wat ben je allemaal bezig deze dagen? Oei. Ik zie je veel op je piano met je witte poes. Die vindt het allemaal niet zo erg. Met mijn witte poes, ja. Een dove kater is dat eigenlijk. Ja. Dat is een heel aanhankelijke kater. En die miauwt ook, Sophie, echt waar, als een... Ja, hoe moet ik dat nog wel zeggen? Die miauwt ook zoals een dove kater miauwt. Doe alles maar hierin. Ik heb daar hier al, daar kijk, wat heb ik hier al? Chinees bieslook. Chinees bieslook. Nu doe ik er shiso bij. Die... Kent je shiso? Maar is de, heb je heel die vis al opgesneden? Had ik nog een stuk? Of is die meeuw erbij gaan? Jij mag kloppen. Een dooiertje. Moet dat wel losgeklopt worden? Of niet? Ja. Wasabi poeder. Poeder. Of wasabi pasta. Maar poeder vind ik toch een beetje meer de shiso. Ja. Oké. Sap. Van een limoen. Wat moet er dan ook dan bij? Arachide, hè, zoals olie. Gewone zoals een gewone mayonaise. Een little bit of good arachide oil. Een peu de sel. Un peu de poivre, un peu de sel. Ik
kookt jij graag thuis, Wim? Oh, heel graag. En ook dagelijks, hè? Bijvoorbeeld wat ik graag eens doe, koken voor veel mensen, ja? Ja? We maken dan klaar is een volledige zalm. Een uurtje op 80 graden in de oven. Dat ik me afvraag, als je dan voortdurend culinair bezig bent in je geval, dat je dan ook nog thuis goesting hebt voor te koken. Want veel garagisten bijvoorbeeld, dan moet je niet meer vragen om aan een auto te sleutelen. Ik kook wel elke dag vers voor mijn gezin anders. Ja. Ja, ik vind dat ook rijkdom. Ik vind dat ook liefde geven. Koken is liefde geven. Een minerale rosé. Ja, ik ga er een beetje ijs in doen. Jij ook? Oei. Oei, nee! In die goede mayonaise! Rot ijsblok! Rot op! Rot op! Dat gaat toch wel een beetje ja, zomerse zijn. Maar gewoon dat. Oh, heerlijk. Heerlijk helder Heineken. Slecht bier, Heineken. Cheers. Hoe zit dat hier met je? Ik vind ze lekker al goed. Goh. En le petit croquant. Ja. Van de peper en ja, zout. Ik heb er veel peper in gedaan. Lekker. Dus jij hebt fantastische brunoise van tonijn gesneden. Wasabi sesammengeling. Ook goed. Dat is hetgeen dat zo in een pokeball komt met rijst. Met... Okay. En ik heb hier nog iets, dat is niet van een erotische winkel. Nee, maar dat is dat een gekund. Gepekelde... Oh, wacht, ik help je. Rustig, Sophie. En nu kunnen we kiezen, Wim. Het is dat nader, bun, hè? Of niet in een bun? Gewoon zo. Oh, keuzestress. Misschien zo op een niet toe, maar open zo. Ja, anders te veel brood. Ja, too much bread. Wil de boter erop? Nee hoor. Alles kan. Alhoewel ik wel een boterman blijf. Ah, ik ook. Wat een mooi kartonnen bordje. Dat is ook wel een keer een winner. En dan, waar is die saus nu nog? Ja, maar daarachter, hé. Allee, ik ga proeven. Gaan we proeven? Gaan we proeven? Gaan we proeven. Het moet wel een hele stutte weg, hè. Hoe heet het weer? Maguro. Butsu. Wow, Maguro Butsu. Dat zou dan een goede naam zijn van een band, hè. Voor, of ja, rockwerk ter Maguro Butsu. Get it down! Ja, meer Tomorrowland, denk ik nu eigenlijk. Oh, dit is... Smeug. Smeug, rijkelijk, de shizo. Vol, de shizo. Wauw. Ja, de mayonaise is goed gepeperd. Mm. Of is het wasabi? Dat ook nog een goede naam vinden. Wasabi. Hela, kijker, dat mag wel een duimpje hebben, hè? Niet waar? Is dat zo? Is dat zo? Op YouTube wel. Ah ja, like. Wim, wat zou jij niet graag doen? Ja. He? Ik ben te gulzig en alles, maar ja, life's too short. Ja. Ik ben ook altijd op zoek naar het goede adres. Nee. Ik vind een slechte maaltijd echt een stuk van... Ik kan ervan balen. Ah, man, ik kan ervan balen. Prachtig is dit, zou mijn stiliste zeggen. Prachtig. Tot aan het water. 3, 2, 1. Hey, oh, maar ja, maar het is te rap. Ik wist het, hè. Ja, maar ja, ik ben wel super fit, hè. Ik ben ook wel een zwemmer. Maar ja, dat is toch ook nog altijd dit, hè. Ja, dan komt het kind er weer. Zeg maar, ik zak, zie hoe diep ik erin zak. Help! Zag dat nu gebeuren? Wat staat er nu op programma, nou, Sophie? Ik zou, De sauna? Nee. Massage? Museum misschien? Nog een man met baard. Nog een man met baard. Nog een baard. We gaan eens bij de Willem, kom. Bij de Willem? Hielen.